Ik ga je laten zien hoe je de tekstpen kunt gebruiken op je smartboard. Je pakt een willekeurige pen en dan kies je voor dit icoon waar de stift op staat. En dan kies je hier voor tekstpen. Nu heb ik mijn tekstpen geactiveerd en ik kan hier dus nu schrijven: dit is de tekstpen. Hij gaat het nu even analyseren en dan ziet hij wat ik heb geschreven. Hij vraagt ook even aan me, is dit correct? Nou, het ziet er prima uit. Maar ook zonder dat ik zeg dat het goed is, verandert die gewoon vanzelf in tekst. Dus dat is heel erg handig. Ik kan ook een deel van de tekst weghalen door er even een stevig streepje doorheen te zetten. En verder zou ik hier ook nog iets tussen kunnen zetten. Dan zet ik hier een klein pijltje op de plek waar ik dan wil. Dus bijvoorbeeld zeg ik hier leuke. Hij vraagt, bedoel je leuke? Die bedoel ik. En dan zet hij ook dat woord ertussen. Het enige wat ik hier nog heb is dat het net iets te weinig ruimte had. Dus ik wil hier nog een spatie hebben. Ik zet er een streepje doorheen. Op deze manier kun je de tekstpen gebruiken.